Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Super Mario Generation serie met Sander van Gaming SB. Ik deed dit door dansje. Wat is er aan de hand? Ik deed dit door dansje. Oh, deed jij dit door dansje? Ja, dat is wel de classic, hè? Dat is wel de classic. Ik ga heel even de timer erbij zoeken, want die is weggegaan. Oké, en dan gaan we nu beginnen. Maar Sander, wij doen toch altijd voordat we de aflevering beginnen, doen we eigenlijk zo'n 1, 2, 3 klap, wat ik eigenlijk helemaal nooit gebruik om te synken, maar dat doen we wel. En ik had dus één keer per ongeluk in de aflevering gelaten. Nice. En daar kreeg ik meteen een comment van Nando en Jordi, want die kijken heel trouw de serie. Ja, weet ik. Ook als we ze bashen, omdat ze al tot 2024 afleveringen hebben klaarstaan. Hoe dan? Ik vind dat echt knap hoor. Ja. Ik ga eerlijk met je zijn. Nou ik ja, ben altijd wel aan het memen. Ik doe nu sinds kort ook gewoon met hun opnemen voor de Support Guys, zeg maar. En ja, dan doen we iets van 4 afleveringen op een avond. Ja, en dan gaat het wel snel, zeg maar. Ja. En hun doen echt, want... Als ik met hun opneem, zeg maar, dan is dat voor één bepaalde serie. En hun hebben dan de dag ervoor nog opnames voor een andere serie. En de dag daarna weer opnames voor een andere serie. En maar, where do they be haling the tijd vandaan? Alleen 's avonds. Maar ja, dat krijg je als je werkt, zeg maar. Dan heb je 's avonds, dan is het gewoon eigen tijd, zeg maar. Vaak. Ja, oké. Oké. Dus dat ga je ook deze krijgen, Sander, als je straks werkt, zeg maar, niet meer... Nou, ik weet niet hoor. Ik ben wel leraar als ik werk, hè. Ja, oké, dat is waar. Alleen ja, want je middelbare school leraar dan? Waarschijnlijk mbo, dat vind ik mbo, toe, denk ik het mooist. Ja, dan krijg je ook mensen die eventueel echt geïnteresseerd zijn in hetgene wat er komen. Nou ja, dat. Ik ga eventjes... op de staart die nu heel wild aan het bewegen is. Dat was dus niet slim. Ik had wel 6 van de 8 coins. Nee, maar je hebt echt wel vrije tijd dan hoor. Ja, sowieso. Kijk, het is nu met school is het veel meer waarschijnlijk. Ja. Dat ik 's avonds moet doen. Alhoewel moet ik zeggen dat ik ook heel vaak gewoon zoiets heb van 's avonds doe ik niks. Alleen, het is wel zo van, ja, je bent... Het is gewoon, weet je, ik spreek heel, vaak ben je gewoon echt kapot, dus, vaak spreek ik ook gewoon niet met mensen af, omdat, ja, ik dan gewoon geen puff heb in, en ja, al helemaal met bijvoorbeeld jou of met opnames, daar heb ik geen zin om, als ik heel moe ben, om dan te zeggen, ja, mensen van Gaming SB, welkom bij mensen van Milan, hey! Nee. Zeg maar dat. Dus, ja, nou ja. Maar vind je het dan niet erg, zeg maar, dat je hier, zeg maar, dat je voor mij opnames doet, maar dan voor jezelf niet, zeg maar? Nee, eigenlijk niet echt. Oké. Nou, gelukkig. Wat misschien raar is. De reden maar... zijn dat je dat zo is, zeg maar. Kijk. Ik heb het liefst gewoon, als ik heel eerlijk ben, altijd een serie... Het liefst heb ik altijd de serie lopen met jou, omdat ik dat het leukste vind om op te nemen, zeg maar. Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat zijn mijn favoriete series. Wat loopt die nou te raar te doen? Vuile Mario. Vorige keer was het nog coole Mario. Nu niet meer. Nee. Dat hij loopt raar te doen. Maar... Nee, kijk. Weet je wat het is? Ik heb zelf 1 ding in de week. Dus dat is op zich het probleem niet. Alleen, ja, ik vind het ook makkelijker om met iemand anders... Ja, dat snap ik wel. Zeg maar, me ertoe te zetten. Mm. Nou is het niet dat ik het niet leuk vind of zo, hoor. Zeker niet. Alleen, het is wel een beetje zo van... Ik vind het hartstikke leuk. Alleen, het is wel elke keer van... Ja, je moet het doen. Je moet eventjes... En ik merk ook dat op het moment dat ik me echt met YouTube bezig hou, dan hou ik me niet zo erg met Twitch bezig of andersom. Ja. Gaat hij nu? Ik durf niet te vroeg te draaien. Ben ik nu gedraaid? Ja, oké.
Ja, ik ben niet gedraaid, maar die guy. Ik weet ook niet als hij weer terugdraait, of ik dan ga vallen als ik hier... Oh. I already did it. You are so good. Nu moet ik nog die staart overleven, want ik moet wel die coin pakken. Oké. Okay. Oké. Nu naar onder lopen. Nee! Fuck. Ben je dood? Ja. Oh, rip. Ja. Ik kan ook niet normaal recht lopen. Hoezo kan ik niet recht lopen in games? Ik heb er altijd moeite mee. Welk level doe je nu dan? Sandbird. Oh ja, die is wel nice. Dit is, wat die noemen, my enemy. Oké. Okay. Ja, is goed. Hotel Delfino. Met een mooie ster voor Milandro. Okay. Wanneer gaat hij nou turnen? En dan bedoel ik niet de sport. Mag die van mij ook doen? Wat? Ik ben niet zo moeilijker. Nee, niet? Maar, nee. Wat is je totaal aantal sterren op het moment? 18. 18, oké. Je hebt echt iets van 25 waarschijnlijk. 30. Auw. Sorry. Kun jij ook niks aan doen. Oké, we gaan eerst de kop pakken. 6. Oké. Ik ben wel op dit moment mijn minst favoriete landje van de hele game aan het doen. Dus het kan zijn dat ik hier wel vast ga blijven zitten straks. Welke is dat? Met de hotel. Casino Night. Ja, die dingen. Oké, kan dit? Oh, ik hoop zo dat het kan. Yo, I'm the mastering. Sander is the mastering. 19. Kaboom. Nog maar 11 sterren achterlopings. Ja, ik weet dat Bowser in een of andere rare machine zit. Maar dat boeit me niet. Ik wil gewoon dit leveltje halen. Mij niet bellen. Ik doe gewoon alle leveltjes lekker op volgorde. En dan gaat de games doen van... Yo, wil je de volgorde afwijken? Ja, dat, die onzin heb ik ook elke keer, ja. En eigenlijk moet ik dan gewoon zeggen van... Ja. Yo, ik ga het gewoon ook doen afwijken van de volgorde. Want dan ben ik van die cutscene af. Want volgens mij duurt het alleen maar langer. Maar... Ja. Yeah. Oké, race to the flag. Ik kan me herinneren dat ik deze heel moeilijk vond. Maar volgens mij valt het wel mee. Tegen Il Piantissimo, nou, die valt wel mee. 35, oké. Okay. Eerst nat maken, dan kun je zo'n sliding doen. Oké. Oké. En dan nu. Nou, dit gaat hartstikke goed komen, joh. Daar ben ik fijn om te doen. Moet ik 35 seconden, gast? Ik ben er al binnen 25, joh. Wat een loser guy is dat, joh. Echt, hoor. Kun je hem ook nog besproeien om het tegen te houden? Kut, hij sprong weer niet. Oh, dat had ik in het eerste secret level ook. Twee keer op hetzelfde stukje de vorige keer, dus ik hoop niet dat dat weer... Oef. Ik kan me die casino echt amper sterren herinneren. Dus ik ben echt bang als ik daar straks kom dat ik niet weet wat ik moet doen. Ik weet wel dat ik de red coins heel kut vind de casino level. Dat weet ik heel zeker in ieder geval. Oké, red coins en coral reef. Oh, dat is
een level waar ik ook veel tijd aan verspild heb vorige opnamesessie. Je weet überhaupt niet waar dat Coral Reef gedeeld is, joh. Dat is, weet je, waar je die meloen op een gegeven moment moet laten verpulveren, zeg maar? Ja, ik zie hem al. Ah, ja. Dankjewel, dat heeft geholpen. Je bent Einen Toppering, zoals ze dat zo zeggen in het Engels. Ik zie zelfs zo'n Roding Coining. Hij beweegt. Oh. Oh, hij sprong weer. Dat is bij deze. Ja, dat is echt een cute level. En soms dan beweegt hij ook gewoon in de stenen daar. Ja, echt. Je zei het en het gebeurde. Zo'n beetje. Ja, dat is een van de mindere levels van de game. Niet omdat hij per se heel moeilijk is, maar hij is gewoon kut. Hij is gewoon slecht gemaakt. Maar ik zie ook geen diepte. Ik weet niet of dit aan mij ligt, maar... Nee, dat ligt niet aan jou. Jesus, Manning. Hij gaat ook inderdaad weer in de stening. Oké. Even... Parking, that running coining. Moet je even... Ik zie oprecht niet wanneer, nou, hoe hoog die zit. Jezus. Ik wil duidelijk diepte in deze game. Oh, zo. Werkt dit beter? Ja, oh, dit werkt beter. Even kijken. Oké. Oh, deze red coin beweegt. Beweegt. Ik kan niet eens meer Nederlands, joh. Ik ben zo goed in Engels. God denkt ook van ja, je moet een keuze maken, gast. Echt? Kun niet overal goed in zijn. Dan krijg je dingen zoals beweegt. Oké, cringe. Vier. Dit mogen we vieren. Nee, want we moeten 8 coins hebben. Waar is nummer 8 nou? Nummer 8 nou? Niet bij nummer 9. Oh. Ik moet sowieso... Zeg maar, ik kan wel nummer 8 gaan zoeken. Maar zou ik je eens wat vertellen? Over Phineas en Ferb en het Strandhousing Lied. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Dat is de Engelse versie. Official. Nee! Ga nou naar beneden, Mario! Je ziet toch die red coin? Echt, altijd die Mario, hè? Oh, ik zie daar zo'n red coin in. Ik vind het zo lachen. Die Engelse dingen. Sorry. Maar ik ben gewoon zo goed. Ah, ik snap het ook wel hoor. Kijk, als jij dat niet gewend bent, dat mensen goed Engels kunnen, dan is dat inderdaad even een beetje lachwekkend. Kaboom! 6 coins. Word nog 2 te gaan. Waarom doe ik ook kaboom bij 6 coins? Oké, let's go. Oh, ik zie de 7e. Weet je nog dat ik zo net vroeg van waar is de 8e? Ja. Ik vraag me opnieuw af. Waar is de 8? Oh, volgens mij heb ik het verneukt. Mila, why do you being verneuking it? Dit is zo'n level die ik dus echt niet leuk vind van de game. Dat mag. Dat is fijn. Hoe werkt dit? Nee, maar even serieus. Zwart? Die snap ik niet. Nee, dat dacht ik wel dat je hem niet zo snapt. Is dat een Harry Potter referentie? Ja. Yeah. Ik ken wel een zwart. Maar die heet toch anders? Die heet toch Sirius zwart of zo? Sirius zwart. Maar als Sirius, serieus. Ja, oké, nu snap ik hem. Waar is die laatste coin? Is er ook één coin die niet in dit koraalgebied zit? Echt niet? Nee, alles zit in het koraalgebied.
Dan moet ik waarschijnlijk wachten tot ik hem tegenkom, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want kijk, nu ga ik rondjes zwemmen en nu kan het zijn dat ik hem daardoor juist steeds mis. Aan de andere kant, als ik ga staan wachten en hij zit ergens verstopt zonder dat hij beweegt. Mm-hmm. Volgens mij bewegen ze niet allemaal. Ik weet het gewoon even niet met dit level. En ik wil eigenlijk mijn tijd er niet aan verdoen. Ja, je moet hem uiteindelijk toch halen, ja. Ja, maar of die niet. Jawel. Er is hier geen Yoshi. Okay. Nee. Waar de fuck is die laatste coin? Bij de 7. Weet je zeker dat niet nog weer een of andere mafketel ermee rond zwemt? Mafketel ermee rondzen. Ja, wacht, gewoon. Die coins zwemmen mee met de vissen. Ja. Oh, kijk, wauw. Oh, dit was niet de oplossing. Kut, ik dacht dat ik de oplossing had. Wauw. Ik ben een loser. You can say something like that, yes. I won't speak you against. Against... the current. Hey, ik wou er een grap maken. Ik ben trots op je dat jij die grap maakt. Ik denk, ik ga het niet doen. Maar dat is toch een van jouw favoriete bands? Sam. Ja, daarom. En ik ben toch daarom dacht ik, nee, ik ga het niet doen. Dus ik weet het dan toch. Ja, ja. Je zou bijna op de zwarte lijst zetten. Hm? Blacklist? Oh. Ik dacht al, van waar? Ineens zou ik je gaan haten, gast. Jij zegt, yo, ik weet shit van je. En ik zeg, nee, nu ga ik je haten, gast. Shadow Mario. Moet je tot 7 of tot 8? Bij alles. Tot 7. Je kon toch ook... Ja, zo, oké. Dit was mij weer eerste vraag. Ik snap dit level niet zo. Oké, wat je doet... I exit the area. Dat heb ik verder gedaan. Ja. Begin daar eens mee, inderdaad. In de pidi. Waar is de zwarte Mario? Zwarte Mario. Oh. Shadow. Ja, dat klopt niet, want schaduw is zwart. Nou, ligt er maar net aan hoe je er naar kijkt. Dus als hij Shadow Mario is, dan hoort hij zwart te zijn. Ja. Schaduw is letterlijk... gewoon... zwart. Kun je... Ik moet dit leren voor mijn tentamen gast, dus... ik kan me niet halen. Of niet? Nee. Okay. Nee, schaduw is een plek waar geen licht komt. Maar dat is eigenlijk toch ook niet waar? En, jawel. En half schaduw, wat je eigenlijk over het algemeen ziet, dat is een plek waar een beetje licht komt. Maar dat komt omdat als je bijvoorbeeld zonlicht hebt, dat is geen puntbron. Dat is een andere bron. Ik kan even niet op het woord komen. Maar je hebt puntbronnen en je hebt geen puntbronnen. Ik denk dat je nog even moet gaan leren. Nee. Oh, maar dat moet ik ook nog. Op de to-do-list. Is het tegenovergestelde van een puntbron? Ja. Sowieso, als ik het hoor, dan denk ik... dat had ik moeten weten. Het is niet dat ik het niet weet. Ik kan er gewoon even niet op komen. Ik hoop dat het op de to-do-list gebeurt. Ja. Dat lijkt me inderdaad wel zo fijn voor je. Oh, Shadow Mario, waarom doe je niet gewoon zo van... yo, jij wil me pakken? Pak me dan. Zijn er delen van scheikunde die je leuker vindt dan andere delen, zeg maar? Oh, dit is natuurkunde. Eigenlijk. Wat zeg je? Dit is licht. Dit is licht, dit is natuurkunde, maar dat moet ik ook kennen. Omdat ik ook op... voortgezet onderwijsles mag geven. En daar geef je NASC. Oh ja, NASC. Dat vond ik echt verschrikkelijk.
Ja, dat komt door het natuurkunde deel hoor. Dat ligt niet aan de scheikunde. Nee. Ja, niet iedereen vindt scheikunde natuurlijk ook mooi. Ja, ik heb maar één jaartje NASC gehad en toen liet ik dat vallen, zeg maar. Maar ik denk dat ik oprecht scheikunde wel leuk zou kunnen vinden hoor. Alleen, vond de natuurkunde gedeelte inderdaad daarvan vond ik echt helemaal niks. En ik kan me niet echt herinneren dat ik het scheikunde gedeelte er echt van heb gehad, maar volgens mij... Nee, daar komt dat krijg je pas in de derde. Als jij, dan mag je pas in de derde kiezen eigenlijk. Dan krijg je NASC 2. En basically is dat gewoon scheikunde. Met een beetje natuurkunde. En, nou ja, NASC 1 is heel klein beetje. Ze zeggen van, het is 10% scheikunde, is niet. Is nog ineens 1, joh. Oh, waarom bewogen die guy niet? Je kon toch ook zo'n sprut doen? Zo'n pst. En dan deed hij heel veel water aan alle kanten. Dat klopt. Dan moet je springen en ergens gewoon er. Oké. Okay. Maar ik denk dat het voor Shadow Mario achteraf toch niet zo heel is. Jawel. Dat is wel de tactiek. Ja. I doing it the whole alleen time verkeerding. Je moet alleen heel vaak je spray bijvullen. Alleen, ik gebruik die tactiek altijd en dan heb je hem echt wel snel. Ja, en ik dus niet. En ik heb hem dus ook nog steeds niet. Ik ben ook erg geen speedrunning guy. Ik loop ook echt te struggelen met dit level. Ik weet eigenlijk niet waarom, want hij hoort helemaal niet zo moeilijk te zijn. Alleen hij duikt elke keer in plaats van dat hij de bommetje pakt. Dus dat is kut. Ik ben steeds niet dichtbij genoeg voor die sprut. Dat is ook gewoon hoe ik hem noem. Fuck it. Nee, stop nou eens met duiken. Nee, doet hij het weer? Ja, got him. Ladies and gentlemen, we got him. Yo, ga eens naar beneden, ster. Oh, hij gaat gewoon eerst naar boven, zo van, haha, je kunt me lekker niet pakken. En dan doet hij zo van, yo, ja, you canning my fucking well. Je staat, jongen. Wat? Hoe pak je dingen op, Sander? Ey. Toets op je toetsenbord. Tenminste, dat is een portal zo. In wel meerdere dingen is het zo, toch? Dat zou kunnen. Ik denk het. Waar is die guy met zijn rare wezenbootachtig ding? Met zijn rare wezenbootachtig ding. Nee, okay. Oh, ik ga gewoon een cutscene in. Terwijl ik in het watering ring val. What the fuck? Deze Mario is niet lief. Volgens mij heb ik in nog geen enkele aflevering van Sunshine zo gestruggeld dan nu. Terwijl het gewoon echt super onnodig is. Dat is nog het irritantste. Want het is helemaal geen moeilijk level. En ik ga ook niet dood, maar het duurt gewoon lang. Ja. Wacht heel even hoor. Ja. Kan de timer even op pauze? Dat kan. Oké. Okay. Ben zo terug. Ja? Nee. Dat doe ik ook niet. Jongens en meisjes, welkom bij Milan Pakking en Ster. Oké, ik ben er weer. Oké, dan doe ik de timer aan. We hebben nog 1 minuut overigens. Oké, dan ga ik net dit level in. Ik hoop dat ik ook nog een volgende level haal, want
Tiri. Mecha Bowser Pears. Moet ik dan direct dat hele ding doen? Die achtbaan? Ja, volgens mij wel. The Boss Tricky Ruins. Oké, ik heb nog het volgende. Want in deze game... Oh, ik moet gewoon meteen achter Bowser Junior aan. Oh, Sander, ik heb wel een heel lang level, zie ik nu als eindlevel van vandaag. Oh. Kun je in deze game eigenlijk ook... Zeg maar, ik zit nu bij episode 1. Zou ik ook... wel een episode 2 tijd shine kunnen krijgen. Nee, dat kan in deze game niet. Ja, ik zit midden in een cutscene van Bowser die Junior die hier raar doet. Mecha Bowser. What happened? Hey, doe je ga kijken dan, Flut. In plaats van raar lopen doen. Oh, wat gebeurt er? Ja, wees even niet blind. Wat een haat naar Flut. Ja, echt hoor. You do being zo'n hater. Nee. Yo, dat is Bowser? Die ken ik. Waarvan? Heb je waar van ken je? Oh, ik ben helemaal verkeerd ook nog. Weet ik niet. Oh, ik moet deze wel in één keer goed doen. Want volgens mij moet je ook nog binnen 3 keer... Moet je die guy verslaan? En ik weet nog dat ik de vorige keer dat heel moeilijk vond. Moet je me heel eventjes helpen over wie het nu gaat? Oh, Mecha Bowser. Oh ja, ja. Nee, die is niet zo moeilijk. Oh, kut. Ah, ik haat echt dit spel soms. A bullet bill approaches. Moest je nou die bullet bills? Of... Ja, uiteindelijk ook. Misschien ook dood, maar... Ja, die bullet bills die zijn wel kut, ja. Die zou ik even nat spuiten. Oh, je kunt ook... Oh! Ja, die bullet bills kan je gewoon nat spuiten. Zo. Yo. Shit. I was in them aan het nat spuiten? But it didn't work. Of... Nou... Daardoor vuurde ik direct zo'n raket af. Dat is zonde. Die ga ik nog nodig hebben in het leven. Dat klopt, ja. Ah, shit, eroverheen. Dat is baling. Oké. Shit. Oké. Gaan we weer op zijn kopjes. Kut. Fuck. Nou, godverdomme spel. Oh, ik ga zo dood. Mijn nee, spel doet het niet. Niet te laag. Oké, eerst dat vuur uit. Nu die bullet bill. Oké, die bullet bills zijn wel hier. Oh, nog 1 turn. En ik weet niet hoe vaak ik hem nog moet hitten. Ik heb hem echt nog niet vaak gehit. Hoezo hit dat niet? Nou, nu ben ik mogelijk meelboos. Bullet bill. Oh, ik heb ook nog maar 1 leving. Dat kan het, Sander. Jij kan het, Sander. Ik geloof in jou. Oh, nee. Kutzooi. Je had gelogen. How dare you. Je kan het wel. Je deed het alleen niet. Nou, ik weet niet of dat precies het is. Nu gaan ze me alweer laten zien waar ik naartoe kan. Zo van, bruh, ik was midden in een level dood gegaan. Het is niet alsof ik nu zoiets heb van, ja, nee... Ik ga nu compleet iets anders doen met mijn leven. Ja, ik snap het wel. Ja, zou jij dat doen? Ja, 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 ja.
Ja? Hè? Ik zeg ja, zou jij dat doen? Wat zou ik doen? Compleet met een ander ding bezig gaan. Level. Als je een level doodgaat. Oh ja, 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 ja. Nee, ik niet. Nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn leveltje gehaald, Sander. Ik, ja. Nou, nee, ik niet eigenlijk. Oh, een beetje zet. Maar, oh, jij was dood. Ja. Nee, ik was wel dood. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even één duimpje omhoog. En ga zeker naar Sanders kanaal, want Sander is een coole jongen. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.